Ilona. Ik heb hier wat beestje. Kom maar. Wie is het mij? Ik help jullie. Zijn er heel veel vissen aan het vangen en we hebben al heel veel torretjes en 2 zeeslakjes. Ik heb hier een larve van een libelle gevangen. Ja. Een babytje zou ik zeggen, een jonkie van een libelle. Emma, wat heb je daar? Een bloedzuiger. Wat is dat dan? Een dier die bloed opzuigt. Hoe heb je die gevangen? Ik heb met net in het water gezeten en toen zag ik in één keer een bloedzuiger. Wist je al van tevoren wat het was? Niet echt. Nee. Hoe kom je daar nou achter dan, dat een bloedzuiger is? Mijn moeder die heeft dat verteld. De voormalige Hagedoornschool hield afgelopen weekend een open dag. Op initiatief van de buurtbewoners staat het gebouw niet leeg, maar huisvest het meerdere instellingen, waaronder buurtzorg, Leger des Heils, Serenslo en de club. Is het iets bijzonders vandaag? Ja, open dag van de ruilwinkel en in het algemeen de Hagedoornschool. We hebben een baby-kinder-ruilwinkel opgezet. En dat betekent dat wij kinderkleding innemen. En mensen kunnen hier met hun kinderen komen. Ze kunnen kinderkleding meenemen. Het kost allemaal geen geld. Ze mogen het gebruiken thuis. Als ze eruit gegroeid zijn, kunnen ze het weer terugbrengen. En dan kunnen ze voor een maatje groter gaan. We hebben ook speelgoed. Dat mag je ook gewoon meenemen. En als je uitgespeeld bent, kun je het gewoon weer terugbrengen. Samen met Tess Hummels gedaan en ik moest dit jaar namelijk afstuderen aan de Podiumacademie in Twente, iets verderop achter het station. En ik wou een originele manier om mijn voorstelling de wereld in te brengen eigenlijk. En toen was ik aan het denken en ik fiets hier eigenlijk elke dag langs naar school. En toen dacht ik, weet je, ik ga het gewoon vragen of ik misschien hier iets mag laten zien. En toen heb ik contact gezocht met Menno Oudekerk, die is van Nieuwe Twentse Kunst. En die zei, ja, dat mag wel, dat vinden wij wel gaaf, want jij bent een Almeloer, Tess is een Almeloer. En jullie kunnen samen voor het, ik weet niet precies hoe het heet, maar voor de jonge kunstenaars hebben een hele speciaal project. En toen mochten we hierin presenteren eigenlijk. Hoe lang blijft dit hier? Tot en met 16 juni. Ik zie iets met spiegels, iets wat lijkt op een trouwjurk. Hoort dat bij de installatie? Ja, ik ga straks om 4 uur is er een live performance. En dan komt er een soort van stukje uit mijn voorstelling, maar dan wel echt speciaal hiervoor gemaakt. Want mijn voorstelling gaat over dat ik op het punt sta om te trouwen, maar ik heb eigenlijk nooit willen trouwen. Dus ik heb altijd gezegd, ik ga niet trouwen, dat doe ik nooit. En dan ga ik toch trouwen. En dan door middel van eigenlijk een soort fragmentarische reis door mijn verleden, en hier kun je dat straks ook zien met foto's, dan... kom ik er eigenlijk achter dat ik wel toch wel wil trouwen stiekem. Want ja, niet per se omdat iedereen zijn droom is, maar omdat ik toch wel merk van, nee, daar ben ik wel aan toe. Is dat een beetje autobiografisch? Bijna helemaal, behalve ik ga nog niet trouwen hoor. Dat is nog niet van plan. Maar ik heb toevallig wel allemaal witte jurken in mijn kast nu. Maar nee, ik ga nog niet trouwen. Maar de rest, de verhalen die er omheen zitten, dat gaat eigenlijk over alle mannen in mijn leven. En wat elke man voor mij heeft betekend, goed of slecht. Want van een heleboel dingen kun je natuurlijk leren. Dus vandaar. Come on, man.
Vandaag hebben we de spelletjesdag van HSV Almelo. We proberen gewoon een hele leuke morgenochtendmiddag te organiseren voor onze leden. En alle trainers hebben meegewerkt. Iedereen heeft een leuk spel bedacht. En ze kunnen overal maximaal 5 punten scoren. En ze krijgen van elke trainer een bonusvraag. Beantwoord je die goed, dan heb je een bonuspuntje erbij. Nou, en zo zijn er 7 onderdelen. We hebben heerlijke knakworstjes, daar moet voor betaald worden. De koffie en de thee en de cake, die is gratis op deze dag. En we hebben leuke opkomst en het... We zijn dik tevreden. Ja, netjes. Hartstikke goed hoor. Knappe meid. Het doel van de spelletjes is eigenlijk gewoon voor onze leden. En er mogen ook mensen van buiten afkomen. Om gewoon te laten zien hoe leuke, gezellige vereniging we zijn. En hoe we op een leuke, ontspannen manier met honden omgaan. Het is niet allemaal moeten bij ons. Het is gewoon de band tussen mens en hond is bij ons het belangrijkste. Nu doen jullie niet alleen dit soort spelletjes dagen. Maar jullie trainen ook. Hè? Wat kunnen mensen hier verder vinden bij de hondensportvereniging? Ja, nou, we beginnen vaak als mensen binnenkomen met een kleine pup. Dan wordt op een hele speelse manier wordt de puppycursus verzorgd. Mensen gaan gelukkig altijd door en dan krijg je de jonge honden. Dat is de leeftijd dat de honden toch wel een beetje ondeugend worden en dat je veel humor moet hebben om het allemaal in de gaten te houden. En daarna komt echt de tijd, dan kan je echt wat gaan trainen en echt wat moeilijke dingen gaan oefenen. En dat heet bij ons de A. Maar daarnaast kan je ook rally O doen. Vroeger heette het rally O, was het echt een wedstrijdsport. Maar ik zeg eigenlijk liever GLBZ. Gewoon lekker bezig zijn met je hondje. Er zit een stukje gedrag en gehoorzaamheid in. Er zit een stukje, heel klein stukje doggy dance in. En er zit heel veel agility in. Of behendigheid heette dat vroeger. Maar dan op een heel leuk speelsniveau. Verder kun je hoepers doen, dat is nieuw. Dat is een hond, eigenlijk blijf je zelf op de vierkante meter staan en je stuurt ze vanuit die positie door allemaal tunneltjes en omtonnetjes en je leert dus echt op afstand sturen. Is nieuw, maar erg leuk om te doen. En we hebben een hele erg goede behendigheidsgroep. Ook mensen die echt op WK-niveau trainen. Wat uiteraard niet hoeft, want je kan ook gewoon recreant zijn. Dus eigenlijk is er voor elk wat wils hier. Vandaag hebben we onze jaarafsluiting. Wees eerlijk, de competitie is voorbij, zowel voor de jeugd als voor de senioren. Dus aan het eind van het seizoen sluiten we af met alle leden. En wat we gaan doen, het begint 's morgens om 12 uur al met de wedstrijd voor de allerkleinste. En daarna wordt steeds oudere jeugd gaan spelen. Nu spelen de oudere spelers senioren tegen hun dochters, als ze eventueel wel of niet rugbyen. En om 14:30 is echt een grote klap, dat is jong tegen oud. Nou, het gaat meer om de eer. Het is wel een officiële beker waar de naam op komt te staan, maar het gaat om de eer. Zeg, we staan hier voor een heel mooi nieuw clubgebouw, hè? Ja, klopt. We hebben jaren aan gewerkt en de officiële opening is 1 september. We zijn ook nou, zo goed als klaar. Het is nu echt in de afrondende fase. En op 1 september willen we echt spectaculair met een groot feest en heel veel genodigden het gebouw openen. Onvervreemdbaar. Dit wordt ons niet ontnomen. Lezen en ademloos het blad omslaan. Ver van de dagelijksheid vandaan. Die lezen mogen eenzaam wezen. Ze waren het van kinds af aan. Hen wenkt een wereld waar de groten, de tijdlozen voortbestaan. Tot wie wij kleine mogen gaan, de enige die ons nooit verstoten.